Hallo YouTube, hier het directe vervolg op mijn vorige filmpje. In het vorige filmpje heb ik uitgelegd wat witbier precies is. En vanaf nu ga ik vier witbiertjes samen met jullie proeven. We beginnen met deze. Dat is Paulaner Hefeweizen. Naturtrüb staat er ook nog bij. En er staat bij München. Nou, het is zo simpel. Paulaner is de brouwerij. En München is de stad waar het vandaan komt. En in München vind je heel veel kroegen waar je dit witbier en nog een paar andere kunt krijgen. Naturtrüb, dat betekent dat het ongefilterd bier is. Nou, dit biertje is 5,5% alcohol. Zoals alle witbiertjes, niet al te zwaar. Gewoon lekker, lekker fris, beetje fruitig voor op het terras. Elke witbier proef je wat citrussmaken in. En het grappige is, heb ik in het vorige filmpje al uitgelegd, deze is gebrouwen volgens het Duitse, zelfs het Beierse Reinheitsgebot. Dat betekent dat hierin mag zitten gerst, water, tarwe. In het geval van Beieren moet dat minstens 50% zijn. Een beetje haver en hop. En dat is het. En hoe krijgen ze dan die citrussmaak erin? Nou, die citrussmaak die komt alleen maar door het soort gerst en het soort tarwe wat ze gebruikt hebben en hoe ze dat voorbereid hebben. Tarwe wordt gekiemd, gerst wordt ook gekiemd, en daar wordt dan uiteindelijk bier van gemaakt. Doordat het gekiemd is, trekken de koolhydraten eruit en vermengen zich met het water. Dat gaat uiteindelijk bier worden. Soms wordt de gerst of de tarwe eerst gerookt of gebrand of verwarmd. En dat is hierbij niet gebeurd. Doordat het helemaal koud gebruikt is, heb je geen andere smaken, alleen maar de echte smaak van de gerst en de tarwe. En daardoor komen die citroen of die citrussmaken. Sommige mensen, maar dat hoef jij helemaal niet te kunnen. Ik kan het ook niet altijd. Proeven in dit Paulaner ook tonen van bananen en van nootmuskaat heb ik zelfs iemand gelezen. Kruidnagelen heb ik iemand gelezen. Dat heb ik er nog nooit in geproefd. De banaan kan ik me wat bij voorstellen, dat citrus zeker. Wat ook grappig is, vroeger gebruikten ze ook in België, waar het witbier begonnen is, geen citrus, of wel citrus om erbij te gooien, maar ze gooiden geen citroen in je glas. Dat is pas toen bij Hoegaarden de productie zo hoog kwam te liggen, zo snel, dat ze niet de tijd hadden om de citrusschillen in de brouwerij genoeg hun werk te laten doen. Dus toen hebben ze gezegd van, nou, het smaakt niet helemaal zoals het moet smaken. Gooi er op het terras maar een glaasje of een stukje citroen in, heb je ook de citrussmaak. Nou, een beetje bier drinken, die vindt dat helemaal niks. En het is ook tegenwoordig niet meer nodig, want al die witbierbrouwerijen, die hebben de citrussmaak al in de ketel eraan toegevoegd of het is daar ontstaan. Zoals bij de Paulaner. Daar moet je helemaal geen citroen in willen gooien. Nee, dat is niet zo lekker. Zo, tijd om hem open te gaan maken. Nou, zoals je ziet, dit glas is speciaal voor mij, Hans der Sanfte. Ik heb geen idee meer van wie ik hem gekregen heb. Ik denk van een van mijn kinderen voor een verjaardag of na een vakantie dat ze hem als souvenir meegenomen hadden. Goed, we gaan proeven de Paulaner. Ik ga het dopje eraf halen. Zo. En ik ruik altijd eerst even aan het flesje. Hoeft niet hoor, maar. Ja, en dan direct die citrusgeuren, zelfs uit zo'n klein openingetje van de fles, ruik ik het al. Zo. Kijk, zo hoort dat. Een wit biertje, welk wit biertje je ook hebt, hoor je niet met zo'n lepel af te schuimen. Dat is niet de bedoeling. Je laat die mooie, dikke, witte schuimkraag. Kijk hoe mooi dat het is. Prachtig. Hij is een beetje hoog nog, maar dat geeft niks. Als je kijkt hoe dat in Duitsland vanaf de tap gaat, ja, dan zetten ze hem met zo weinig bier en zoveel schuim. En dat laten ze even inzakken. En dan komt er weer een beetje bier bij. En dan laten ze weer inzakken. En dan komt er weer een beetje bier bij. En heb je aan het eind heb je net zo'n ijsje, zo'n torentje van bierschuim bovenop je wit biertje. Nou, dat ga ik niet allemaal zo uitgebreid doen. Maar ik doe er wel even een klein beetje bij. Kijk. En nou zie je ook al dat
Het schuim staat er gewoon bovenop en het loopt er niet meer overheen. Nou, een klein beetje dan nog. Zo. Dit vind ik mooi genoeg voor mijn Paulaner wit biertje. Ik begin zin te krijgen om een slokje te nemen. Dus, zo. We zetten hem er weer bij in beeld, dat je het nog eens even goed kan zien. De Natuur Trüb, dat kan je nu ook wel heel goed zien. Je ziet mij er niet meer doorheen. En dat is met veelal de pilsbiertjes. Die zijn zo helder dat je er nog wel doorheen kan kijken. Maar dit troebelen, ja, dat hoort bij wit bier. Elk wit bier is ongefilterd en ziet er ongeveer zo uit. Die kleuren kunnen wel een beetje verschillen hoor. Maar goed, ze zeggen dat ik bananen moet ruiken. Nee, die ruik ik niet, maar de citrus wel heel duidelijk. In het schuim al. Ik ga een slokje nemen. Ja, anders dan bij whisky en wijn, waar je echt een slokje helemaal in je mond laat rondgaan en er zo mee doet, zou ik niet doen met al dat schuim en al die koolzuur erin. Als je dat één keer doet, dan komt het door je oren ongeveer je hoofd eruit. Maar even in je mond houden en even rustig proeven. Kijken, smaken verschillen, hè? Voor in je mond, in het midden van je mond en helemaal achter in je mond. Dat heb je andere smaken. Dus als je biertje eerst voorin hebt. En dan doorslikken. Dan heb ik het voor op het puntje van mijn tong gehad, op het midden van mijn tong. En helemaal achterop. En dan proef je echt een beetje andere dingen. Ja, en dit, ik ben wel in München geweest een paar keer. En dit hoort zo bij München. Bierfeesten ben ik nooit geweest, maar gewoon op een terrasje. Ik kan het je van harte aanbevelen. Deze Paulaner Hefeweizen 5,5%.